Charlotte Ouders-Steenhoff, secretaris van de profronde. Jullie zijn alweer heel druk bezig, hè, met de organisaties van de 33ste. De voorbereidingen voor de profronde van dit jaar beginnen eigenlijk al de dag na de profronde van het vorig jaar. We zijn al heel druk bezig met allerlei invoeringen over parcours. De binnenstad in Almelo verandert. Dus daar was dit jaar heel wat over te bespreken natuurlijk. Wij kregen de mogelijkheid van het Huis van Katoen en Nu om hier ons als profronde te presenteren. Om het wielrennen in het algemeen te promoten. Om de wielervereniging De Zwaluwen erbij te betrekken, die ook hier een hoek hebben ingericht. Wij hebben inderdaad een aantal spullen uit het huis van Harry Nijhuis. Van allerlei gegevens over de profronde. Allerlei materialen, leuke spullen. Maar goed, het is jammer genoeg van Harry Nijhuis, die dit jaar op 18 maart is overleden. Eigenlijk is het gegroeid in militaire dienst. Daar had ik een sergeant, Mr. Brouwer. Die kwam uit het Brabantse land. En wij hadden een tv op de kamer. En die man was helemaal gek van wielersport. Dus die kwam bij ons kijken en die heeft toen beginnen uit te leggen hoe mooi de wielersport was. Tour de France met name. En dan ga je ernaar kijken. En nou, er is een vitrine waar een paar echte pronkstukken in staan. Laten we zo zeggen. Er staat een beker van Henny Kuiper, die heeft hier de jubileumrit in 2007 gereden en gewonnen. Wanneer is het Huis van Katoenen nu eigenlijk open? Wanneer kan men hem komen bekijken? Want er is natuurlijk veel meer te zien. Hij is elke woensdag tot en met zaterdag van 11 uur tot 5 uur 's middags open. We staan hier voor een spandoek waar we op de Dikke Bandenrace wordt gepromoot. Dikke Bandenrace is voor de jongeren tussen 8 en 12 jaar die dus op hun eigen fiets, op het parcours van de profronde, hun rondjes mogen draaien, mee mogen doen. En die zich daar dus kunnen manifesteren als, nou, misschien wel toekomstige wielrenners. Ja. Ja. Zeg, kunnen ze zich nog inschrijven? Ze kunnen zich nog inschrijven. Tot de laatste week van de profronde is dat mogelijk op de site van de profronde. Kijk even op de site van de profronde. Je ziet een link naar de Dikke Bandenrace. Wanneer is de profronde? De profronde is dit jaar op 28 augustus. Dankjewel, Charlotte. Graag gedaan hoor. De meeste scholen in het voortgezet onderwijs vinden het heel gewoon dat kinderen een laptop hebben om in de les te gebruiken. Is dat zo vanzelfsprekend? Nee, zo vanzelfsprekend is dat niet. Er zijn een hele groep jongeren die dat niet kunnen betalen, waarvoor dat dus een hele opdracht wordt om een laptop te bemachtigen. Ja, en dat was uw eigen ervaring, hè? Wat hebt u eraan gedaan? Nou, ik ben een project begonnen, dat heb ik gedaan. En daar verzamelen wij laptops en desktops voor jongeren die dat dus niet, waarvan de ouders het dus niet kunnen betalen. Daar halen wij de harde schijf uit in verband met de privacy. Die doen we een nieuwe harde schijf in. En dan zetten we de Windows op en Office, zodat jongeren dan in bruikleen kunnen krijgen en dan toch op school mee kunnen draaien. Gemiddeld kost dat dan ongeveer 140 euro per laptop. Dus daar zoeken wij nog heel veel sponsoren voor. Want zonder inkomen kunnen wij dat dus niet doen. Nee, want dat lijkt me nogal een business. Ik bedoel, dat moet toch ook wel gedaan worden. Er moeten handjes voor zijn. Wie doen dat? Dat doen wij. Dat doen we op de Liaan. En dat doen we met een groep van ICT. En die jongens die hebben heel veel kennis. En die kunnen eigenlijk alles wat je nodig hebt. En die gaan ze in elkaar zetten voor andere jongeren. Voor andere jongeren, ja. Dat zijn dus voor jongeren uit gezinnen die minder draagkrachtig zijn. Ja. Ja. Want die zijn toch eigenlijk een beetje die vallen tussen wal en schip, hè? Ja, die zijn een beetje de dupe van het laptoponderwijs geworden. Want als jij geen laptop hebt, dan kun jij je onderwijs niet volgen. Waar kunnen die het nou inleveren? Ze kunnen hem inleveren bij de Liaan, aan de Boompjes. Als mensen hun harde schijf daar eruit willen halen, dan komen ze naar de Boompjes 24 in Almelo. En anders kunnen ze ook van woensdag tot zaterdag hem inleveren bij het Huis van Katoen. Dan halen wij ze daar weer op. Het gaat ook om vaste pc's, dus desktops, want dat is meer voor het basisonderwijs. Want ook jongeren op het basisonderwijs hebben internet nodig en computers. En ook daar zitten heel veel gezinnen tussen die geen toegang hebben. En aangezien de bibliotheek gesloten is op bepaalde plekken, is het gewoon heel lastig voor jongeren om op internet te komen. Ja. Zeg maar die gereviseerde laptops en desktops, hè? Mogen ze die houden? Of? Nee, die zijn in bruikleen. Tot het einde van de studie en dan komen ze weer terug en dan kunnen wij ze weer klaarmaken voor een andere jongere die dan daar weer gebruik van kan maken. Is jullie werk ook een beetje te volgen op Facebook? Ja, we hebben een Facebookpagina, de Laptoppers, en daar kun je eigenlijk alles zien wat wij doen. Er komt ook nog een vlog.
Dus dan kun je via YouTube meekijken wat we doen en hoe we het doen. Ja. Veel succes gewenst. Dankjewel. De Niekstraat net de Kalverstraat was. Ja. Ja. En maar hij nog hier begint, hè? Dit witte pand, dat was vroeger een winkel van de coöperatie. Oh ja, de coöperatie zat ook heel Almelo. Die zat ook de heel Almelo. Ja. En daarnaast, daar zat een drogisterie van Vrielink. En Vrielink zelf was schilder. Dan ga je aan de overkant, er zit nu een Turks koffiehuis. Oh ja. Ja, ja. Dat was de modezaak van Koersen. Er waren wel meer kruideniers van Koersen. Ja, maar dat was geen kruidenier, dat was een modezaak. Modezaak. En daarnaast, waar nu dat Turkse reisbureau zit, dat was bakken Koersen. Dat was een heel fijn bakken. Oh, ja. Maar je kunt aan de pan nog wel zien dat hele goede zaak, man. Ja, wat wordt toch? Maar dat kun je wel zien, want anders zaten ze wel in het kleine de pand. Nee, maar dat is een bouw van even voor een oorlog. Ja. Eind 20, ja. Begin 30e jaren. Ja, dat kan je zien. Ja. Hier, op een hoek, dat was mooi. Daar zat een manufacturenzaak van Jan Moot. En 50 meter verder zat Vuchtenveen. En wie zat nog 100 meter verder? En dan gingen ze songs. Kijk, die beneden kosten de kousen 37 cent. Bij nanen kosten ze 38 cent. En bij nanen kosten ze 39 cent. Ik heb me eens laten vertellen dat ze dan ging kijken. Kijk eens even of het leg al goed is. Ja. En als het leg goed was, dan zei ze, oh, dan kunt wie de winkel ook dicht doen. Ja. Nou, en dan ga je hier, dan ga je de melkfabriek, dan ga je de ACO. De Almeloze Coöperatieve Melkinrichting. Ja, de ACO. Want door op een hoek, daar hou vroeger een café. Dat was van Vrielink. En waar nu die grote rode reclame van een Turkse winkel ook steeds, dat was een drankenzaak van Vrielink. En hierachter, een apotheek. Een apotheek, ja. Dat is nu een apotheek. Ja. Dat was vroeger ook een café. Dat was van Lammers Schoenmaker. Ja, daar dan weer ik nog van. Stonden hier, nu steeds een armzalig klein beumpje, maar er stonden hier prachtige linden voor. Daar konden ze de peer aan vastzetten. Oh ja. Ja, nou en dan heen aan de overkant heen natuurlijk Senor Jansen. Ja. En Jansen was er toen ook als slager. Ja, dan is hier komt toen een nieuwsdraad over richting. Ja, dat geloof ik vast. Had in hoes is dat we even met hem kunnen proberen? Oh, vast wel. Ik heb hem vroeger in de klas gehad. Oh, nou kijk eens aan. Dan gaat er even heen. Nou even een bakken op die auto. Even kijken of Senor er is. Ja, dat is goed. Goedemorgen. Meneer Jansen zelf. Wat is dat? Vind je? Eén keer van ongeveer een pond, dan mag ik nog twee stukjes doen. Meneer Dubbing die heeft ons de hele Nieuwstraat laten zien en die weet alle ins en outs. En dan stonden we hier aan de overkant en zegt hij, nou, we moeten eigenlijk Zeno ook even vragen. En hij zegt, doet hij vast wel, ik ken hem zo goed. Hij zegt, ik weet zeker dat hij dat wel doet. En zodoende kom je bij u om een paar dingen te vragen. En nou kan meneer Dubbing, die kan dat natuurlijk veel beter vragen, omdat hij alles van de Nieuwstraat weet. Nou, alles van de Nieuwstraat, ik weet er nog wel niet het andere van. Ik heb hier meer dan 20 jaar gewoond. Ja. Maar ik heb Zeno ook vroeger in de klas gehad. Natuurlijk. Ach nee. Ja. En daarom zeg ik ook gewoon Zeno, want dat geeft er nooit weer uit. Nee. Ik weet niet of er nog goede herinneringen aan zijn. Oh, gaat wel, hè? Ik kan niet anders zeggen. Ja, die mij nu al zeggen. Ja, die mij nu al zeggen. Die kan zo wereldkundig maken. Maar doe niet, doe niet. Maar Zeno, hoe lang besteedt die zaak van jullie nog? Mijn opa is in omstreeks 1900 is die in de Oranjestraat begonnen. Of in de Oortmamsestraat. De Oortmamsestraat begon met een slagerij. Dat zijn bijna 100 jaar oud. Ja, we zijn bijna 100 jaar oud. En toen heeft hij omstreeks 40... 1942 heeft hij deze zaak als filiaal gedaan. Het was dus het eerste filiaalbedrijf in Almelo van de slagerij. Ja. En dus mijn oom is erop gekomen, oom Jan was dat.
En die heeft daar zo ongeveer anderhalf, twee jaar op gezeten. En dat ging toen niet zo al te denderend. En toen zegt mijn vader, was dus veel jonger, mag ik dit proberen? En die is dus er toen opgekomen. En die heeft de zaak eigenlijk uitgebouwd. Ja. Naar wat hij nou is. En toen heeft de Jordan lang Dick Jansen opgestaan. Heeft de Jordan lang Dick Jansen opgestaan. Ja. Totdat ik... Dick met CK. Dick met CK. Totdat ik in de zaak binnenkwam. Ja. Totdat ik in de zaak binnenkwam. En toen is Zeno Jansen er. Ja. Nou, ik heb er nog eens over de dag. Maar met de fietsenzaak van Wild. Vindt jullie zo'n beetje de... Kroep er maar even tussen de deur, Brenda. Vindt jullie zo'n beetje de oudste zaak hier in de Nieuwstraat? Ja, ja. Ik denk dat wij hier... we zitten hier 50 jaar. Ja. 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 Maar nog een beetje verkopen. Ja, er moet geld verdienen van, hè. Dus ja, het gaat gewoon deur, hè. De handel geen deur. De handel geen deur, hè. Ja, ja. Ja, ja, vroeger had hij een Hofslagers. Hij Wouwenberg, hij Essoes, hij Veuran Hemstra. Dan zat er nog één. Ja, er zat de Hoop, zat er nog. De Hoop, ja. Ja, en Reuverkamp. Oh ja, natuurlijk. Henk Mulder. Ja, Henk Mulder heeft nog een tientje zitten. Ja, met een de slager van de keuzeniers. Dan heeft een zaak van Essoes zitten. Ja, inderdaad, Essoes, ja. Ja, daar bent er niet zoveel meer over. Ik ben in de eerste nog in de Nieuwstraat. Ja, 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 ja. Dus dat bent er heel veel opgestapt. Ja, dat bent er zeker. Ja. Maar ja, er is een heel hoop van dat winkelnering is hier verdwenen. Ja. Want vroeger had je manufacturenzaken, die hadden er zelf in. Ja. En daar had je nog een paar meer, Vruchtenveen en Janmoot en zo. Maar er is niks meer van over. Nee, groenteboeren nou ook zoveel, maar die zijn allemaal weg. Bakkers waren er ook zoveel. Ja, bakkers waren er ook zoveel. Ja, ja. Ja, is allemaal weg. Ja, we zijn de eerste zaak nog, de eerste slager nog in de zaak. We zijn ook binnenkort groot feest, 100 jaar bestaan. Ja, ja, we zitten bijna 100 jaar. Ja. We zijn 25 jaar keurslager. En 100 jaar bijna Zeno Jansen. Dat kun je mooi samen vieren. Ik denk dat in Almelo en Eveld winkels zijn die 100 jaar bestaan. Nee. Überhaupt niet in Nederland niet. Nee, dat bent er heel veel. Ja. Bedankt, ik vond het hartstikke leuk om hier even te weten. Ja, ik heb een heel hoop jaar gehoord. Ja, heel erg bedankt. Terug, ja. Hartstikke bedankt. Tot ziens. Tot ziens, hè. Ja, even kijken, hè. Oké. Okay. Zo, goed hoor. Ja, ja, goed zo. Ciao, hè. Tot ziens. Hallo. Zo. 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 De kaart en het boek van Hali. Door die boerderie is toch hier door op de verdieping. Ja, die boerderie die heeft ongeveer staan voor dat tunneltje steed waar die winkelwagens onder stoort. Oh. Ja. En waar nu Albert Heijn steed, dat was weiland. Er loopt een hele grote Meidoornhaag. Ja. Daar zagen wie vlogger slakmuisjes in. Ja, ja, ja. Al van school kwam en wie ging door de grens naar school L heette dat. Maar waar is dat de grote werk dan, waar neem Hali gewacht van maakt? In 47 was je onderweg. Ja, dat kan maar. In 47 toen was ik niet meer hier. Niet meer hier. Ja, dat wil zeggen, ja. Ik heur hier nog wel, maar ik werk nog overdag. Ja. De rode klok was dat, hè? De rode klokschool. De rode klok noemen ze dat. Ja. En waarom ben je net een rode klok noemen dan? Ja, de wiezenplaten rood van. De wiezenplaten van de rood. Oh. Die vindt nog wit. Dat was een rode klok. Hallo. De maak zal die de afspraken door. Wie maakt de afspraken? Ja, de jongens met de meeks. Had ze nog groen daar hongen, daar en zo. Ja. Wie de rode klok. Ja. Ja, ja, dat zal wel. En deze beulen, die zult er ook nog wel in bestaan toe. Die hebt er vast en zeker gestaan, want die bent heel hoog. Maar die is dan toch aan die boerderij weer, van wit over. Die bent van de boerderij. Ja. Voor nu dat beumpje steed, dus toen in de dood een paar hele grote barken. Dat gymnastieklokaal is precies hetzelfde als op Slutersveld. Ja, ja. Er staat een stuk of vier van in Almelo, zie je daar? Ja. Andersom. Er zit een onwijs slechte vloer in. Dat was kurkbeton. Oh, ja. En daar moest je niet op vallen, want dan had je de knieën kapot. Ja. Dat was heel hard en dat was helemaal niet leuk. Maar toch met een mooie school dit, hè? Ja, dit is prachtig. Een hele mooie school. Dit is echt een gebouw van vlak voor een oorlog. In 33 ben ik naar school gegaan, naar de lagere school, en toen ben ik hierin gegaan. Oh. Dus toen stonden we daar. Ja, ja. En dit is het einde van de Nieuwstraat. Nou, maar dit was een mooi stuk. Ja, het was een hele mooie stuk. Ja, heel interessante weg. Ja, maar ik had niet gedacht dat Zeno Jansen dat hij hier zo lang heeft gezeten. Zeg, dan word je bedankt.
voor de genomen moeite. En tiet wij erin de steun hebt. Graag gedaan. Jongen, jongen. Ik heb het heel leuk gevonden. Hans, Tony. Hartstikke bedankt. Heel erg. Hartstikke bedankt. Graag gedaan. Ja. Martin. Het liefste werk ik met flexibele materialen, maar het belangrijkste is dat het de materialen zijn die uitdrukken wat ik zou willen vertellen. Dus het is wel een heel breed spectrum, maar er moet wel een soort van beweging in zitten. Dat vind ik het allerprettigste om mee te werken. Mijn naam is Sibyl, S-I-B-Y-L, Heijnen. En ik ben beeldend kunstenaar. Ik woon in Almelo en ik werk over de hele wereld. Daar heb ik hele mooie projecten mogen doen. Mooie projecten in de Verenigde Staten, in Amerika. Ik heb 20 keer in Japan projecten museaal en kunnen doen. En verder in nog 17 andere landen. En dat heeft mijn horizon absoluut verbreed. Flexibele materialen, daar bedoel ik mee katoendoeken, koeienhuiden, kunstgras, rubber bekleed met bladgoud. En ook de materialen die passend zijn bij de plek waar ze terechtkomen. Het allermooiste vind ik als mensen mijn wereld zouden kunnen binnenlopen en dat ik die wereld mag delen. En dat het een totaalwereld is waarin mensen zich ook helemaal kunnen verliezen. En een van de mooie voorbeelden daarvan is geweest in Kyoto, in het National Museum of Modern Art, in een solo tentoonstelling. Waar mensen gingen zitten, liggen, staan, dansen zelfs. Of een meneer die alsmaar door zijn knieën ging en op dat moment probeerde uit te vissen wat er gebeurde als je zo'n beeld of vanuit een andere hoek bekijkt. En als dat lukt, als mensen van een andere kant zouden willen kijken, nou dan ben ik eigenlijk al helemaal tevreden.